Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer tijd om mijn boeken van januari met jullie te bespreken die ik heb gelezen. Dus ik ga je vertellen welke boeken ik zoal heb gelezen, wat ik ervan vond. Het waren best wel veel boeken, maar het zijn heel veel reeksen. Dus ik probeer er niet al te lang bij stil te staan, want anders wordt het misschien een hele lange video. Maar ik ga je gewoon even vertellen wat ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gelezen boeken van januari, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik las, dat is het boek Geheime Liefde van Lizzie van der Ham. En deze komt uit de Stiekem Verliefd reeks. Dit is deel 1. Dit boek gaat over Maaike van Vliet en zij krijgt na de kerstvakantie een heel rampzalig cijfer terug voor wiskunde. Ze is eigenlijk de wanhoop nabij, want haar vader heeft gezegd als jij geen goed rapport hebt, mag je ook niet mee op de skireis die ze dus gaan maken vanuit school. Ze gaan dan naar Zwitserland, maar haar vader is best wel streng en ze heeft een 3,3 gescoord. Dus ze weet gewoon als ik dat tegen mijn vader vertel, dan mag ik niet mee. Ze wil ook de naam van Vliet hoog houden op school, want haar oom die is leraar op die school. En dat is Martijn en die geeft al jarenlang daar tekenles. Ze krijgt eigenlijk hulp uit onverwachte hoek van Sander Vargas. Dat is een knappe stagiair van haar mentor. En die biedt haar aan om te helpen met wiskunde, zodat ze een herkansing kan doen. Alleen ze ziet hem al snel veel meer als een vriend dan als een leraar. Want hij is heel lief en zorgzaam en... Ze weet eigenlijk niet of hij ook gevoelens voor haar heeft, want ze weet ook dat het een grens is die je niet mag overschrijden tussen leraar en leerling. Ze beginnen eigenlijk eerst met bijles op school te geven, maar dan blijkt dat Sander eigenlijk een straat verder bij haar vandaan woont. Dus ze komt ook een paar keer bij hem thuis om de wiskunde te volgen. En ze is ook heel bang dat... ze de toets gaat verpesten als ze deze kans niet aanneemt. Dit verhaal speelt zich af op het Thorbecke College en dit was eigenlijk een beetje het begin van boek 1. En dat gaat zich dus verder in de volgende reeks wordt dat meer duidelijk. Dus we gaan ook gelijk door naar boek 2. Het tweede boek uit die reeks die heet Geheime Ontmoeting en ook van Lizzie van der Ham. Maaike die komt dus nu regelmatig bij Sander... thuis, doordat ze dus de bijlessen volgt en ze kan eigenlijk niet ontkennen dat ze hopeloos verliefd is op deze stagiair. De spanning die tussen hun inhangt, die is voor andere leerlingen op school op een gegeven moment zelfs ook zichtbaar. En dan komt er ook een confrontatie met haar ex Arjan. Daar heeft ze een tijdje mee gedate, maar ze vond het gewoon niet een... Ja, het was niet de persoon waar zij blij van werd. En hij flikt echt wel een paar streken tijdens de gymles, maakt hij opmerkingen en er zegt Sander dan ook wat van, waardoor Arjan Sander eigenlijk gaat haten. Ze weet eigenlijk nog steeds niet wat Sander voor haar voelt en dan vraagt hij haar op een gegeven moment mee naar een concert van hun favoriete band en ze verbreken eigenlijk een onbeschreven regel, want je mag als leraar en leerling natuurlijk niet met elkaar op stap gaan. En zij denkt van, goh, zou hij dan toch ook verliefd zijn op mij? Maar dat wordt eigenlijk nog niet direct duidelijk. Ze vraagt op een gegeven moment ook een beetje aan haar tante om advies. Want haar tante die heeft in hetzelfde schuitje gezeten. Die heeft namelijk een relatie met haar oom Martijn. En hun waren ook eerst leraar en leerling. En zij drukt hun toch echt wel op het hart toe heel voorzichtig. Want... je kan zo, als je gepakt wordt, ben je gewoon, brengt het zoveel gedoe met zich mee, dat moet je gewoon niet willen. Deel 3 uit die reeks, die heet Geheime Verlangens. En dit, nadat er een concertbezoek is geweest, hangt er zo'n grote spanning. En Maaike durft inmiddels toch wel te geloven dat Sander ook wel echt degelijk gevoelens heeft voor haar. Of in ieder geval dat hij haar wel ziet zitten. Haar bijles die loopt inmiddels wel een beetje ten einde. Dat vindt ze heel erg jammer, want ze is bang dat ze Sander daardoor minder vaak gaat zien. En ze hebben dan eigenlijk ook geen reden meer om buitenschool af te spreken. Dan gaan ze ook naar de Zwitserlandreis. En Maaike die besluit dan toch uit te zoeken of Sander gevoelens voor haar heeft. Want ze wil het nu toch wel graag weten, want ze wil toch weten of ze echt iets kan met haar...
gevoelens die zij voor hem heeft en of die ook beantwoord worden. Alleen tijdens die reis gooit er een onverwachte gast, die gooit roet in hun eten. Waardoor zij eigenlijk heel onzeker wordt. En ze eigenlijk haar kans bij Sander een beetje ziet verdwijnen. Het vierde boek uit deze reeks die heet Geheime Passie. En Sander heeft inmiddels dan toch opgebiecht aan Maaike dat hij ook verliefd is op haar. Dat de ongenodigde gast die hem ook wel zag zitten, dat hij daar afstand van wilde nemen omdat hij helemaal niet bij haar in de buurt wilde zijn. Maar toch een beetje moeilijk vond om haar af te wimpelen. En Maaike heeft hem daarmee geconfronteerd en toen zei hij toch dat hij ook gevoelens had voor haar. Tijdens die reis beleven ze ook wel een aantal spannende momenten, alleen ze moeten natuurlijk heel voorzichtig blijven. Ze spreken een paar keer buiten af op heel vroege ochtenden dat ze samen gaan wandelen. En dan komt er toch wel, dat proberen ze heel, dat is dan wel heel mooi. Alleen een paar keer komt er ook een leraar bij, waardoor eigenlijk de hele wandeling in het niets loopt. Als ze dan in Nederland zijn, hebben ze eindelijk de kans om met elkaar af te spreken op een plek waar niemand hun kan storen of kan betrappen. Ze mogen met elkaar afspreken in het huis van Martijn. Die willen wel een paar keer zijn vriendin en hij willen wel een paar keer hun het huis gunnen, zodat ze kunnen afspreken, want de vader van Maaike weet ook nog steeds van niks. Het wordt wel steeds lastiger om alles verborgen te houden, want ze moeten echt nog tot het einde van het jaar het verborgen houden, zodat de stageplaats van Sander niet op het spel komt te staan. En dat vinden ze toch wel heel erg lastig. Ze worden een paar keer bijna betrapt. En Arjan die krijgt er lucht van en die heeft haar zelfs bedreigd. Want ze hebben een schoolfeestje en hij ziet zowel Sander als Maaike samen uit de gymzaal komen. En dat is voor hem dus het teken van oké, hier is dus echt wel meer aan de hand dan dat ze willen vertellen. En hij wil hun daarmee chanteren, althans Sander, want hij wil gewoon dat hij van school getrapt wordt omdat hij hem niet mag. Het laatste boek uit deze reeks heet Geheime Geliefde. Nu Sander en Maaike zich al een tijdje in het geheim met elkaar optrekken, stapelen de leugens en problemen zich op, vooral tegen haar vader. Want ze is toch wel bang voor de reactie van haar ouders. Wat zullen ze zeggen als ze laten merken dat zij, als ze laat weten dat zij een relatie heeft met haar stagiair? Arjan heeft er intussen dan wel overheen gezet dat hij Maaike niet meer zal terugkrijgen. En Sander heeft inmiddels een plan bedacht, want het is ook bij hem terechtgekomen dat ze dus toch een paar keer betrapt zijn. En hij heeft een baan aangeboden gekregen op een andere school en daar is hij op ingegaan. En zo kunnen ze eigenlijk gewoon hun relatie al voortzetten. Dat heeft eerst wel wat voeten in de aarde, want het verhaal van Arjan is inmiddels ook bij de rector terechtgekomen. Die roept hen beiden op het matje. Ze weten zich er op een hele mooie manier uit te praten en vooral omdat Sander dus van school gaat wisselen. Inmiddels heeft ze het ook wel tegen haar ouders verteld en die reageerden eigenlijk heel verrassend best wel positief. Haar vader had al wel door dat zij steeds aan het appen was met mensen. En ze zei steeds, ik ben met mijn vriendin aan het appen, maar dat was dus met Sander. En Maaike is ook een groot schrijfster. Zij heeft ook een heel verhaal geschreven. En Sander is daar ook heel erg over te spreken. Hij vindt ook echt dat ze dat verhaal moet uit gaan brengen. Uiteindelijk krijgt Maaike ook nog de studieplaats aangeboden waar ze heel graag wil gaan studeren. Ze wil gaan studeren in Leiden en deze boeken spelen zich af in Den Haag en daardoor kan ze gewoon thuis blijven wonen. Als ze uiteindelijk haar diploma heeft gehaald, gaat ze dus beginnen aan haar nieuwe studie en ze woont intussen al een groot deel bij Sander en een groot deel nog thuis. Maar eigenlijk is het gewoon eindgoed al goed. Ik vond het een hele mooie boekenreeks. Ik blijf er nog steeds wel bij dat ik het vreemd vind hoe een relatie van een leraar en een leerling met elkaar tot stand komt. Maar oké, het was wel gewoon, het is heel mooi geschreven. Het zijn hele mooie boekenreeks. Ik vind het ook leuk dat de personages uit de andere boeken soms terugkomen. Dus ja, ik vond het echt een hele mooie reeks. Hij leest heel makkelijk weg. En
ja, het is gewoon even, je kunt je hoofd er even bij leegmaken. En ik vraag, wilde ook elke keer wel doorlezen van wat gaat er nu gebeuren. Het zijn niet zulke hele grote boeken, dus vandaar dat ze ook, het zijn vaak boeken met 50 bladzijden, dus vandaar dat je ze ook in een wat sneller tempo kunt uitleggen. Maar ik vond deze boekenreeks echt heel erg mooi. Dan gaan we door met een boek van E.L. Todd. Deze komt uit de Voor Eeuwig reeks en dit is deel 9. Deze heet Niets blijft over. Sky die begint inmiddels te geloven dat zij en Kaisen nooit over hun meningsverschillen heen zullen komen. En de rest van de kliek die gaat zich ook een beetje irriteren aan het gedrag van Kaisen. Want hij gedraagt zich heel vervelend. En Sky is eigenlijk best wel gerustgesteld dat ze niet de enige is die dit ziet. En zij krijgt avances van een knappe man Ward waar zij mee samenwerkt. Maar ze blijft vasthouden aan de overtuiging dat ze bij Kaisen hoort. En dat er maar één man is die ooit haar hart zal hebben. Maar dat verandert wel wanneer Sky Kaisen een onvergeeflijke fout ziet begaan. Ze ziet namelijk dat Kaisen heeft afgesproken met een meisje waar hij wat mee gescharreld heeft. En zij denkt dat hun dus nu samen zijn omdat ze hun aantreft terwijl ze hand in hand zitten. Kaisen blijft ook steeds gewoon twijfelen over Sky. Hij weet wel dat hij van haar houdt, maar hij weet niet of het genoeg is om het verleden wat er speelt achter zich te laten. Dan komt de vader van Sky naar zijn appartement voor een gesprek en hij vertelt hem iets wat het leven van Kaisen totaal zal veranderen. En het is misschien genoeg om bij hem terug te komen, want hij vertelt ook dat Ward hem heeft gevraagd of hij mag daten met zijn dochter. En Sky die wil dat op een gegeven moment wel een kans geven, omdat ze denkt dat het echt niet meer goed gaat komen tussen Kaisen. Maar Kaisen die kan het ook niet aanzien dat Sky met een andere man zal zijn. Het leven van Roland die gaat de goede kant op. Hij krijgt promotie aangeboden op zijn werk. En alles valt eigenlijk een beetje op zijn pootjes, want hij verdient inmiddels ook een salaris. En daarmee kan hij dus nu een eigen woning gaan huren waar hij heel blij mee is. Dan gaat hij naar een feestje samen met Heath. Maakt Sky een opmerking wat hij niet van zich af kan zetten. Want Sky zegt van wat tof hoe jij reageert, want Heath blijkt op mannen te vallen. Roland weet op dat moment niet zo goed wat hij daarmee aan moet en hij gaat zelfs twijfelen aan zijn gevoelens of dat hij wel echt op vrouwen valt of dat hij misschien toch ook op mannen valt. Conrad die wendt zich tot zijn vader en hij vraagt om een gunst, maar hij is niet zeker of zijn vader hem deze keer kan helpen, want hij wil graag een eigen... trainingscentrum gaan openen. Daar heeft hij geld voor nodig. En hij moet natuurlijk wel met een heel goed plan komen om zijn vader te overtuigen. Dit boek was ook weer heel erg mooi. Ik wil het ook bewust een beetje neutraal houden, omdat ik vind dat je gewoon... Ik wil niet alles verklappen, dus ik wil niet dat het een soort spoiler wordt. Ik vind deze reeks heel erg mooi en ik geniet er nog steeds heel erg van. Maar... om echt achter de geheimen te komen, vind ik dat je deze reeks echt zelf moet lezen als het je aanspreekt. Want het is niet leuk als ik alles al zou gaan verklappen. Het volgende boek wat ik las is van Christina Louden. En dit boek heet Mijn Favoriete Flirt. Dit boek gaat over Millie Morris. Zij is professor aan de Universiteit van Santa Barbara. En zij werkt op de afdeling criminologie. Zij is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars en ze is heel goed in het maken van ontwijkende grappen en ze praat ook heel slecht over haar gevoelens. Ze heeft 4 mannelijke vrienden die tevens ook haar collega-professoren zijn op die universiteit en ze zijn eigenlijk allemaal permanent single. Dan beleeft ze eigenlijk met haar vriend Reid een... toch wel een hele spannende nacht en ze hebben wel zoiets van het moet eenmalig blijven, dus hier blijft het ook bij, onze vriendschap moet heel blijven. Dan gaan ze met z'n allen, die hele groep, die gaat op een datingsite omdat ze dus... ze krijgen een soort feest van de universiteit en ze vinden toch niet dat ze helemaal alleen moeten komen. Dus ze besluiten om een date te gaan zoeken online. Het profiel van Millie is niet echt fantastisch en ze besluit een geheel nieuw profiel aan te maken. En zij matcht daardoor met Reid.
Zij stuurt hem ook een berichtje en in feite denkt zij dat hij eigenlijk al wel snel doorheeft dat het om haar gaat, maar dat is dus niet het geval. En in dat fake profiel kan zij dus heel erg zichzelf zijn en heeft ze hele openhartige gesprekken met Reid. Alleen Reid die heeft naast Millie ook nog een andere leuke vrouw ontmoet op die site en daar wil hij eventueel mee afspreken. Alleen dat blijkt uiteindelijk niet helemaal vlotjes te verlopen, want hij zit op zijn telefoon terwijl zij naar het toilet is berichten van Millie te beantwoorden, waarvan hij nog steeds niet weet dat het Millie is. Dus die date die loopt helemaal tot niks. Op een gegeven moment komt er dan toch uit dat Millie het was achter dat profiel en is Reid eigenlijk ook heel erg teleurgesteld en heel erg boos van waarom heb je niks gezegd. En hij vindt het ook wel gek dat ze dan op zo'n profiel wel heel open kan zijn. Ze bespreekt dit ook met de andere vrienden uit de groep en uiteindelijk moet ze heel erg diep door het stof gaan om het goed te maken bij Reid. Maar uiteindelijk vergeeft hij haar wel en kunnen ze toch iets moois opbouwen. Ik vond dit een heel erg leuk boek. Ik vond het in het begin wel even een beetje lastig om het helemaal goed te begrijpen. Maar ik heb er toch wel weer heel erg van genoten. Helemaal als je ziet wat er allemaal gebeurt. Er zit ook heel veel humor in. En ik heb echt een paar keer heel erg hard moeten lachen bij dit boek. Dus dat was echt heel fijn. Het volgende boek wat ik las, dat heet Verleiding aan Zee. En dit boek is van Jennifer Props. Dit is een tweede deel uit deze reeks. Dit gaat over de jonge weduwe Bella Sunshine Carbell. En zij focust zich vooral op het opvoeden van haar dochter, want haar echtgenoot is overleden. En ze staat er dus alleen voor en daarnaast runt zij een familiebedrijf met haar zussen. En dat is namelijk een weddingplannersbedrijf. Tijd voor romantiek heeft ze niet. Het is Bella niet ontgaan dat eigenlijk heel de stad hun zinnen hebben gezet op haar collega, namelijk Gabe. Zij zij kan in eerste instantie helemaal niet met Gabe, maar ze moeten uiteindelijk toch gaan samenwerken. En Gabe die is eigenlijk wel klaar met het losse gevlodder en hij verlangt eigenlijk heel erg naar een gezin en verliefd worden. En ja, er is toch wel één iemand waarmee hij dat voor zich ziet en dat is Bella. De afstand die er tussen hun was, die wordt wel steeds kleiner wanneer ze aan een grote bruiloft werken. Dit gaat ook niet zonder slag of stoot. En het is een hele lastige bruiloft waarbij ze ook een paar keer goed voor elkaar zijn opgekomen. En ze groeien steeds wat dichter bij elkaar. Uiteindelijk beseft Bella wel dat Gabe een man is waar ze voor zou willen vechten. Alleen het zit haar heel erg in de weg, want ze heeft een dochter. Ze hoort zoveel verhalen. Ze is heel beïnvloedbaar voor de roddels. Dat loopt niet direct heel erg goed, want als Gabe een paar pogingen heeft gedaan en Bella het steeds afwijst, heeft hij zoiets: oké, we gaan het weer puur platonisch houden, onze relatie zakelijk en het is goed. Maar ja, dan is het de taak aan Bella om Gabe toch te overtuigen dat zij ook gevoelens voor hem heeft. En dit kost haar best wel veel moeite. En het is niet heel erg makkelijk om iemand die je eerst hebt afgewezen weer terug voor je te winnen. Echt een heel erg leuk boek ook. Ook hierbij, ik laat de spannende gedeeltes een beetje weg omdat ik niet te veel wil spoileren. Maar ik heb hier ook heel erg van genoten en ik kijk ook heel erg uit naar het derde deel. Het volgende boek is ook van Lizzie van der Ham en dit boek heet Romantische Kerst. Dit boek gaat over Rhoda en Verona heet ze. En zij is het nichtje van Gemma Visser en Gemma heeft voor haar een stageplaats geregeld op het Thorbecke College midden in het jaar. Maar zij moet stage gaan lopen bij een docent Duits die Ingo heet. Het is de knapste man die ze ooit heeft gezien en natuurlijk is het een slecht idee als ze verliefd op hem zou worden. Ze maakt ook een paar keer best wel vele blunders bij hem en ze heeft niet echt het idee dat hij haar heel aardig vindt. Hij doet ook best wel bot. Maar langzaam een beetje wordt het wel steeds beter. Alleen, ja, dan krijgen ze gevoelens voor elkaar. En dat is altijd een beetje het lastige in dit soort boeken. Want ja, het zijn collega's, of in ieder geval collega en stagiair.
Hoewel ze elkaar dus eerst niet kunnen uitstaan, hebben ze toch wel wat raakvlakken. En uiteindelijk regelt Ingo een stageplaats bij een andere leraar voor haar, zodat hun toch samen een, ja, wat kunnen beginnen. Ik kan niet heel veel vertellen over het boek, want het was echt een heel kort boek. Het is één deel. Het is, ja, er is gewoon niet heel veel over te vertellen. En ja, ik vond het wel leuk om te lezen, maar ik vond het wel een heel kort boek. En ik had graag wat meer van dit verhaal willen lezen. En dat vond ik wel jammer. Het volgende boek is wederom van Lizzie van der Ham. En deze komt uit de Verliefd en Verloren serie. En dit is het deel 1, De zomer dat ik je vond. Het is zo, Gemma Visser die is tijdens haar eerste jaar als docent op het Thorbecke College aan het werk. En zij heeft, toen zij op een concert was, heeft zij een man ontmoet die zij wel heel erg leuk vond. Alleen dan gaat ze aan het werk en dan blijkt dus dat die man, het is een jonge man, haar leerling is. Ze weet eigenlijk niet zo goed hoe ze hiermee om moet gaan, omdat ze elkaar dus al kende voordat ze leraar en leerling waren. Dus ze schrikt best wel als Julian haar klas binnenkomt lopen. Het wordt wel steeds moeilijker om te ontkennen dat er iets bloeit tussen hen. Maar ze weet ook niet of Julian het wel zo serieus neemt en vindt zij hem leuk genoeg om haar baan op het spel te zetten. En dat is best wel lastig natuurlijk, helemaal omdat ze elkaar al kenden. En Julian wordt ook best wel formeel, hij noemt er heel vaak gewoon Gemma. En dat gaat leerlingen op een gegeven moment ook opvallen. Dus dat was best wel lastig. Het tweede deel heet De winter dat ik je zag, ook uit diezelfde reeks. Gemma en Julian die gaan samen naar een rockconcert, want Julian die speelt zelf ook in een rockband. En ze weet dat dit een risico met zich meebrengt, maar ze wil het toch graag doen. En de spanning loopt zo hoog op dat ze op een gegeven moment toch besluit om wat afstand van hem te nemen. Ze kan tegen de buitenwereld wel liegen, maar haar eigen hart, daar kan ze eigenlijk niet tegen liegen. En dat vindt ze best wel lastig, want ze voelt gewoon dat er echt chemie is tussen hun en dat ze graag meer met hem zou willen, maar dit gewoon eigenlijk niet gaat lukken omdat het gewoon echt te moeilijk is. Het laatste boek dat ik las, dat heet De lente dat ik je won, komt uit diezelfde reeks. Inmiddels hebben Gemma en Julian de gevoelens die ze hebben voor elkaar uitgesproken en Gemma is zielsgelukkig. Het is helaas alleen niet zo makkelijk om stiekem met iemand uit je eigen klas af te spreken. Omdat er zijn toch leerlingen die het door kunnen hebben. En ze weet ook dat het een heel groot probleem kan gaan worden. Omdat zij een collega heeft die hetzelfde heeft meegemaakt. Het is ook echt de vraag of Julian wel zijn eindcijfers allemaal gaat halen. Want hij staat er niet heel goed voor. Het is niet dat hij school nou echt heel interessant vindt. Het is ook een wat oudere jongen dan de andere leerlingen. Hij is wel boven de 18. Maar ja, ze vinden het toch allemaal best wel moeilijk. Dus ze besluiten ook om alles geheim te houden tot het einde van het jaar. En als Julian dan afstudeert, dan kunnen ze eindelijk toch echt samen zijn. Er is ook wel een gesprek geweest bij haar baas. En die kan er op een gegeven moment niet meer tegen, want dit gebeurt te vaak op zijn school. Maar uiteindelijk krijgen ze toch wel een happy end. En dat vond ik wel heel leuk. Ook een hele leuke reeks, maar nogmaals, de verhalen zijn zo kort. Je had het best wel in één boek kunnen bundelen. En ik heb er wel weer heel erg van genoten. Ik vond dit toch wel weer een heel erg mooi boek. Dan waren dit alle boeken die ik heb gelezen in januari. Het waren er best wel veel, maar het waren ook best wel veel reeksen. Ik heb van alle boeken weer genoten en ik ga gewoon weer vrolijk door met verder lezen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er een boek tussen zat waar jullie benieuwd naar zouden zijn. Of dat je zoiets hebt van, nou, dit zijn totaal mijn boeken niet die ik zou willen lezen. Ben je misschien ook meer gaan lezen nu we meer thuis zitten? Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb in ieder geval genoten van de boeken. Ik hoop dat ik je toch een stukje mee heb kunnen geven wat je van een boek kunt verwachten zonder te veel te spoileren. Dus dat was dan ook gelijk de boeken van januari. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien.
Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf op de rode button met abonneren te klikken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!